is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe weekvlog. Ik sta op punt om naar mijn werk te gaan. Ik heb mijn haar vastgedaan. Het ziet er even niet uit, maar ik heb geen kracht om er iets mee te doen. Ik zal even mijn outfit laten zien. Als Sven eventjes de... Oh, dat kan ook. Dit shirtje van Stradivarius. Sven is de cameraman. Deze broek is ook van Stradivarius. En mijn Nikes. Dankjewel. Mama past op Niels en Sven en ik gaan werken. Misschien dat ik toch even met mijn haar doe, ziet er wel zo uit. Goed. Dit weekend is het Pinksteren. Dus dat betekent dat we maandag ook nog vrij zijn. Dus dat is nooit verkeerd. Dat betekent wel dat ik vandaag nog heel veel moet doen om dat een beetje bij te benen op het werk. Verder gaan we niet zoveel doen. We willen even uit eten. Ben ik wel scherp? Ja. Even uit eten, want we zijn volgende week 2 jaar getrouwd. En dat moet natuurlijk gevierd worden. En verder geloof ik dat we hebben niet veel plannen, toch? Ik weet het ook niet. Ik wil even naar de Zara, want die hebben ze vernieuwd in Utrecht. Ze hebben nu een mannen-Zara en een vrouwen-Zara apart. En ik was even de Zara in laatst, omdat ik even voor Niels aan het kijken was. En toen zag ik ineens dat het helemaal verbouwd was. Dus ik dacht, daar wil ik even heen met daar Sven. En ik moet echt, we moeten nu echt even schoenen voor Niels gaan kopen. Want deze gaan echt stuk en te klein en ik weet het niet. Dus dat zijn volgens mij de belangrijkste missies. Ja, volgens mij wordt het niet zo lekker weer, maar dat zeggen ze steeds. En het is vandaag wel weer heel warm, mocht je het willen weten. Het is warmer dan gisteren, zei mama. Dus nou, ik neem jullie weer mee. Goedemorgen, juffrouw Middens. Goedenavond, ik ben weer thuis van het werk. Ik heb inmiddels even een comfy outfitje aangedaan. En ik wil even wat laten zien, een tip. Ik was namelijk net bij de Action, want ik moest even billendoekjes hebben voor Niels. Dit is met 99% puur water. Dat zijn mijn favorieten, dat zijn van Huggies, de Pure, zonder alcohol en dingen. Maar, ik weet, als je me al een tijdje volgt, dan heb je dit vast al gezien... Ik had deze flesje altijd van de HEMA. En wat hebben ze nu niet meer bij de HEMA? Deze flesjes. Dit zijn flesjes handzeep. En nu ineens hebben ze bij de Action. En ze lijken er sprekend op. Follow Your Bliss staat hierop. Love Life. En dan heb ik ook nog de roze. En die is Hello Beautiful. Super leuk. Dus een hele goede tip. Ze waren, even kijken. €1. Dus ook nog goedkoper dan bij de HEMA. Dus daar ben ik heel blij mee, want ik dacht al, ik moet flesjes gaan hervullen of zo, maar dat is niet nodig, want deze passen onder ons spiegel in de badkamer en die andere niet. Het is hier echt een mega zooi, dus ik ga zo eventjes opruimen met Sven en het is nu 7:50, dus Niels gaat zo richting bed. Ik ben heel moe, dus ik ga verder niks meer doen vanavond, dus ik zie jullie lekker morgen weer. Ik wilde nog één dingetje laten zien, dat was helemaal vergeten. Mama is even voor me naar de schoenwinkel geweest vandaag. En die heeft er nieuwe hakjes omgezet. Dat was echt nodig. Het is jammer dat ik geen before en after heb, want dat was echt vreselijk. Hij heeft dat echt super netjes gemaakt voor €9,50. Dus is een tip in Utrecht, is de schoenmaker op de Baleienlaan. Hij heeft al meerdere schoenen van mij echt heel mooi gemaakt. Die echt, waarvan je echt dacht, nou, mijn moeder zei ook, nou, ik weet niet of hij er nog wat van kan maken. Hier is de ander, maar het is echt... super netjes gedaan, dus ik ben echt heel blij mee. Dus goede tip, als je ergens in Utrecht woont, zou ik gewoon ook even walk that mile extra. Want het is het waard. Ik heb hem per toeval ontdekt en ik ben er heel blij mee. Dus deze, goede tip. Ik ben er heel blij mee, dus die ga ik ook opruimen. Nu weer verder. Niels is net wakker na een heerlijk lang slaapje, als ik mijn haar wilt. Ik heb dit shirt aan van Stradivarius, broek van Primark. Ik heb nu slippers aan, maar ik ga toch maar even gimp aan doen, denk ik. Wij gaan even de stad in, want we moeten echt nieuwe schoenen hebben voor Niels. Want Niels, ik zit ondertussen, probeer ik thee te pakken met mijn klomparm. Want ze zijn echt te klein aan het worden en hij heeft ook iets van, nou, iets van sandalen of slippersachtige dingen nodig. En we willen even naar de Zara. En Stradivarius en Bershka hoor ik net ook. Dus dat gaan we even doen. Ja, we gaan naar buiten, lieverd. Niels komt met een boekje aan. We gaan naar buiten, lieverd. Trouwens, nog even
Trouwens nog even een update over mijn arm. Ik mag hem nu drie keer per dag 1,5 uur tot 2 uur los. Ja, laat me staan. Ja. 3 keer per dag 1,5 tot 2 uur los. Papa, en mama. Dan volgende. Ja, het is van papa en mama. En dan volgende week 3 keer 3 uur. En dan de week daarop mag ik hem de hele dag los. En dan los vrij. En dan de week daarna pas 's nachts ook af. Dus dat is wel een beetje balen. Ik hoop dat het 's nachts eerst af, want het is super irritant. Goed, ik doe het meestal toch af in mijn slaap. Laatst werd ik er wel weer mee wakker, maar meestal word ik wakker zonder. Maar goed, maar het gaat dus heel goed eigenlijk met het herstel. Dus dat is fijn. Dus nu een maand fulltime gedragen en nu mag ik gaan verbouwen. Nou, wij gaan de stad in. Nu is het lekker in de wagen. Nu gaan we naar de Zara. We komen net uit de stad, maar mijn SD-kaart was vol, dus ik heb niet zoveel gefilmd. Ik wilde even laten zien wat we gekocht hebben. Ik weet niet of ik dit al had laten zien, volgens mij niet. Dit had ik van de week, heb ik van de week gekocht. Dit shirtje van de Zara voor de kleine man, vond ik heel leuk. En dit broekje, past ook bij elkaar, kan ook natuurlijk los. Een joggingbroekje, een beetje een stoer dingetje. En dan hebben we vandaag... Hebben we vandaag van de Zara nog dit shirtje, het zit best buiten, gekocht. Deze beetje rozige. En deze schoentjes. En deze zijn wel heel redelijk flexibel. Deze zou ik hem niet te lang aantrekken, maar voor af en toe, voor de hip. Dus deze. En we wilden eigenlijk schoenen kopen. We zijn bij een schoenenwinkel geweest waar ze zeg maar, sorry voor de achtergrondmuziek. We waren bij een schoenenwinkel om ook zijn voeten op te meten en schoenen te kopen. En daar constateerden ze maar 23, wat ik nogal bizar vond. Want hij heeft nu schoenen maat 21 aan. Die zijn echt te krap, maar 23 vond ik wat overdreven. Dit is maat 22 en deze gaan ook nog uit. En we hebben het geluidseffect van Niels naast me. Deze slippertjes, we dachten ze wel lekker voor bij het zwembad en zo. Hier ga je natuurlijk ook niet te lang op laten lopen. Maar deze Hawaiianas. Super schattig. Is ook maat 22. En ik ga gewoon online even zoeken. Sorry voor de geluidseffecten van de Nijntje telefoon. Ik ga online gewoon even zoeken naar goede schoenen. Hij heeft nu van Bobux. Die vind ik heel fijn. Dat is een merk uit Nieuw-Zeeland. Vind ik heel fijn. Dus dat. Het is nu 5:30. Boodschappen worden zo meteen bezorgd. En dan gaan we lekker eten. En verder gaan we niet zoveel doen vanavond, een beetje gaar. Ja, het gaapje, hè? En dat is het. Jullie zien me straks. Ik ga nu even knuffelen met deze kleine pollebop. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb net weer de bedden afgehaald en ga zo ontbijten. Volgens mij heb ik een beetje ontstoken oog. En ik dacht, ik ga even zijn ontbijt laten zien. Want hij ontbeet voorheen met 3 boterhammen. En dan 's middags ook weer 3. En ik vond het toch wel heel erg veel brood. Dus hij ontbijt nu met yoghurt, met musli. Ik moet alleen nog even geschikte musli vinden. Want hij heeft nu gewoon mijn musli. Maar ik wil eentje voor kinderen. Ik zag van I Love Veggies dat ze die hebben. Maar ik zag ze alleen bij Albert Heijn. Zag ik ze online staan. Maar ik zag ze niet bij ons in de winkel. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar hij ontbijt nu met yoghurt. En dat ziet er dan wel een beetje zo uit. Hij doet heel erg zijn best. Maar het wordt wel een beetje een kliederbende. Lekker, Niels? Ik dacht, ik ga hem weer eens opmaken waar jullie bij zijn. We gaan maar gewoon beginnen.
heeft als laatste broodje een lekkere tosti. En wij krijgen ook tosties. En ik heb dan met deze lactosevrije Gouda. Dus. We hebben net even lekker buiten gespeeld. En nu dus even lunchen. En Niels gaat zo even lekker slapen. Nou, de meeste opruimwerk is al gedaan. Maar nog wat laatste beetje zooi. En we moeten even kijken wat we vanmiddag gaan doen. Want er zijn allemaal... Het is Pinksteren. Ik heb het al gezegd. Maar oh, Sven zet de afzuiger aan. Voor de herrie. Het is Pinksteren. En er zijn allerlei dingen. Allerlei activiteiten. Dus we gaan even kijken waar we zo heen gaan. Haast gek. Ik heb nog niet gekant. Dus nou ja. We gaan het even zien. Hier wordt al gedanst. We gaan naar Trek Festival. Het is wel best wel druk, terwijl het net geopend is. Kom maar. Stapje. Ja. Let niet op mijn charmante koep. Ga ik even omkleden. Ik denk dat ik deze aandoe. Dit is een blouseje van Primark. Ik heb echt al 100 jaar, maar vind ik wel vrolijk. Gewoon met spijkerbroek. Mijn ouders zijn er nu. Kijk, mijn ouders zijn er nu, want die passen zo meteen op Niels. En die zitten Niels ook alvast wat eten te geven. Oh, ik moet nog even reageren op de buren. Want we gaan morgen met de buren 's ochtends naar de yoghurtbarn. Ik heb een beetje ontstoken ogen, had ik het al gezegd. Niels heeft net zijn eerste ijsje gegeten. Even kijken of ik een foto kan laten zien. Want dat heb ik niet gefilmd. Want ja, meestal neem ik mijn eigen tasje mee. Maar ik had nu gewoon alles in de rugzak van Sven gedaan. Maar dan film ik dus niet alles. Kijk hem zitten. Hij vond het fantastisch. Even kijken hoor. Nou, je is al bijna helemaal op. Goed, ik ga me eventjes een beetje opfrissen en klaarmaken. We nemen deze rosé, want er staat helemaal gezelligheid in een glas met een frisse finish. Nou, dat kan alleen maar goed gaan, hè schat? Oh, we zijn niet helemaal scherp, maar... Nee, de camera, maar het gaat om het gevoel. We zitten bij Safraan, hebben we nog nooit gegeten, maar we hebben een dinerbon. En dit is een van de weinige plekken waar we dan kunnen eten. Dus we gaan ervoor, hè schat? Het was de anniversary, want we zijn bijna 2 jaar getrouwd. Voor onze anniversary, want we zijn bijna 2 jaar alweer getrouwd. En ja, dan gaan we lekker uit eten. Ik weet niet of mijn haar is een beetje wild, maar dat gaan we nog even fixen. Of niet? We zitten lekker buiten aan de gracht. In de categorie dat ik altijd vergeten filmen waar we mee begonnen zijn, maar het is echt heerlijk. En vooral de tzatziki, daar ben ik altijd fan van. De hummus is ook heerlijk. Dit is iets met bieten en yoghurt, ook heerlijk. Dit is op, dat is ook heerlijk. Alles lekker. Dus dat valt heel erg mee. We hebben nog wat extra brood gevraagd, maar die man die waarschuwde al dat er nog heel veel aankomt. En eentjes. Hallo eentjes. En natuurlijk een wijntje. Nam nam nam. Sluimel. Zo, we zitten inmiddels binnen. En dit is wat we nu hebben. Nam nam nam. En hele mooie borden. Sven, eet smakelijk. Goedemorgen, het is maandag, maar het is tweede Pinksterdag, dus we zijn nog vrij. Woehoe, living on the edge. We hebben een beperkt ontbijtje vandaag, ik zal het even laten zien. Ja, Sven iets meer dan ik, maar ik heb 2 beschuitjes met lactosevrije kaas en een kopje thee. Want wij gaan zo ontbijten met onze buren bij de yoghurtbarn. Niels heeft wel al wat yoghurt op, want anders is hij ook niet te hakken. Dus, en mijn haar zit goed. Hoppatee. Dus we gaan even snel wat eten en ons klaarmaken en dan gaan we ervan door. Ik heb net nog even eerste indruk opgenomen van Tarte. Ik ben er echt heel blij mee. Het is een bronzer en een highlighter. Ik word er heel blij van.
Dat geheel terzijde. Wij staan nu op het punt van vertrek. Oh, mijn oog, jongens. Het wordt alleen maar erger. Maar ik wil wel mascara op. We gaan nu zo die kant op. En ja, ik denk niet dat ik jullie meen. Ik vind dat toch een beetje ongemakkelijk. Maar misschien wel. Ik neem jullie voor de zekerheid gewoon mee. En dan zien we wel eventjes. Oh, chocola. Ontbijt. Gaat wel lekker. Ja, tegenwerken. Hoe cool is Niels' outfit? Shirtje is van Zara. En de broek is van de Hennis. We hebben net een broek aan van de Stradivarius. En een shirt. En we zijn net terug van het ontbijt. Nou ja, ontbijt. Het is inmiddels 12 uur. Het was echt super gezellig. En we hebben daarna nog even een beetje door de stad gewandeld. En we hebben iets leuks. Want we gaan straks naar het verrassingsconcert van Kensington op de Vredenburg. Superleuk. Heel veel zin in. Er is bekendgemaakt dat ze om 5:30... op het dak van Tivoli Vredenburg gaan optreden. Dus dat wordt wel spectaculair, denk ik. Dus daar heb ik heel veel zin in. En het was toevallig, kon dat... We dachten met Niels een beetje lastig. Maar toevallig belden mijn ouders omdat ik ze met iets even moest helpen. Iets technisch waar ze niet uitkwamen. Dus ja, dat is goed. Maar als wij dan daarna eventjes naar Kensington kunnen. Dus nou, dat is geregeld. Dus daar ben ik heel blij mee. Oh. Niels springt even op een hele pijnlijke plek bij Sven. Ik zal het even filmen. Ik laat het vallen. De nieuwste show. Wij zijn even boodschappen geweest te doen. Ik heb net een Q&A opgenomen. En nu gaan we gewoon eventjes het huis een beetje aan kant maken, want mijn ouders komen zo. En dan gaan we naar Kensington. Zo, jullie hebben net nog wat beelden gezien van toen we bij Kensington waren. Was heel leuk. Het is natuurlijk wel heel anders dan een concert, zeg maar, echt een concert waar de fans en zo naartoe komen. Maar het was wel echt heel gaaf dat ze daar op het dak stonden en zo, was heel leuk. Daarna hebben we lekker gegeten. Niels ligt lekker in bed. En wij gaan nu lekker een filmpje kijken. Ik hoop dat jullie de vlog weer leuk vonden om te zien. Ik wil jullie in ieder geval weer ontzettend bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week of anders woensdag bij een extra video alvast. En tot volgende week. Doeg!